Welkom bij De Bali Live. In de salon van De Bali praten we regelmatig met gasten over kunst, cultuur en actualiteiten. Mijn naam is Luc Ex en ik ben programmamaker bij De Bali Live Journalism. En Live Journalism is de onderzoeksredactie van De Bali. En het doet onderzoek naar kansenongelijkheid in het Amsterdamse basisonderwijs. En vandaag praat ik met de Amsterdamse wethouder onderwijs en armoede, Marjolein Moorman. Welkom. En ook zit hier leerkracht Maria Streefkerk van de basisschool De Nautilus in Amsterdam-Zuid. Ook welkom. Marjolein, om met jou te beginnen, hoe gaat het deze dagen? Nou ja, met mij persoonlijk wel goed. Het is best heel anders werken dan dat we gewend zijn op heel veel verschillende manieren. Dus sowieso de manier waarop je je dag indeelt. Dus ik heb eigenlijk gewoon de hele dag door besprekingen met mensen. Die heb ik nog steeds wel, maar ja, dat is dus nu allemaal op afstand. Dus dat is, nou ja, dat herkennen denk ik heel veel mensen. Dus dat is best wel wennen. En dat doe je in een crisissituatie. En dat vind ik er ook wel pittig aan. Ik heb wel vaker crisissen meegemaakt, maar nog nooit van deze omvang. Wat ook alles en iedereen raakt. Dus normaal kan je een crisis vrij goed isoleren. En dan werk je bovendien met een crisisteam die daar continu mee bezig is. Maar nu is iedereen voortdurend bezig op een hele andere manier dan dat we gewend zijn. Dus dat is best wel aanpassen. En tegelijkertijd ben ik ontzettend onder de indruk van hoe snel ook iedereen zich aanpast. Wat is de grootste zorg waarmee een wethouder op dit moment bezig is, als we het over onderwijs hebben? Je bedoelt op dit moment? Het feit dat je als onderwijswethouder nu de scholen gewoon dicht zijn, is natuurlijk al op zich een enorme zorg. Want je wil dat kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen. Nu zien we dus ook een situatie waarin sommige kinderen dat thuis eigenlijk nog best prima een beetje bij kunnen houden. Omdat ze ouders hebben die ze daar ook zo goed mogelijk in kunnen ondersteunen. Omdat ze de middelen thuis hebben, de computers thuis, wifi-netwerk wat sterk genoeg is, ruimte. De huizen in een grote stad als Amsterdam zijn over het algemeen niet allemaal even ruim bemeten. Sommige gezinnen hebben ontzettend veel kinderen. En daarin zie je dus ontzettend veel verschillen. Dus waar je wil dat onderwijs eigenlijk de grote gelijkmaker is en het dus niet uitmaakt wie je ouders zijn, waar je opgroeit, gaat dat nu ineens een enorme impact hebben. Dus het doet er ontzettend toe waar je woont, met wie je woont, hoeveel begeleiding je ouders kunnen geven. Dus daar maak ik me zorgen over, want daardoor ontstaat gewoon een grote kansenongelijkheid. Omdat ineens de achtergrond er zo ontzettend toe doet. En wat me echt het meeste wakker houdt, maar dat hoor je ook wel van veel mensen, daar zie je ook wel veel nieuwsberichten over, dat zijn de kinderen die echt in de knel komen. Kinderen die gewoon een onveilige thuissituatie hebben of echt heel weinig begeleiding thuis. School is gewoon voor heel veel kinderen een fijne plek om te zijn. En als dat dan ineens wegvalt, valt ook de structuur weg, maar valt ook de veiligheid weg. En dat is gewoon heel verdrietig. Ja. Dus uw zorg is, hoe krijg ik deze kinderen weer binnen het schooltraject? Ja, dus maar ik weet niet of je dat nu al wil, waar we mee bezig zijn. Maar gaan we zo op in. Ik ga even naar de leerkracht naast jou. Maria, jij werkt voor groep 5 en 6, sta je op de basisschool. Ja. Hoe ziet een dag bij jou eruit? Ik ga gewoon naar school. Dat is trouwens, dat kun je kiezen. Niet alle leerkrachten bij ons op school komen naar school. Want je kunt het ook vanuit huis doen. Maar ik kies ervoor om wel naar school te gaan. Waarom? Dat is voor mij dan een hele rustige omgeving waar ik mijn lessen goed kan geven. Want ik heb zelf ook nog kinderen thuis zitten. En dan vind ik het lastig om een stille plek te vinden waar ik gewoon goed instructie kan geven. En eigenlijk het eerste wat ik doe is gewoon, ik kijk welke lessen er klaargezet moeten worden. Dat kan ik op een, dat wij loggen dan in op Snapchat. Dat is eigenlijk een omgeving waar kinderen ook op kunnen. En dan kunnen ze digitale lessen maken. Ik ben verantwoordelijk voor de rekenlessen voor groep 5, 6. En dan, wat ik doe is, ik geef heel veel rekeninstructies. En dan film ik mezelf. En dan daar gebruik ik vaak een kind voor wat ook naar school wordt gebracht, omdat vader en moeder een vitaal beroep hebben. En dan ga ik een instructie geven. En die instructies probeer ik dan voor 10 uur online te hebben, zodat kinderen die instructie kunnen bekijken en dan de les kunnen maken. En dan is het eigenlijk zo dat kinderen vanaf 10 uur eigenlijk je mogen bellen. Dus er staan alle lessen klaar en in principe staan ook de instructies klaar. Want andere leerkrachten zijn ondertussen bezig geweest met een spellinginstructie of met een taalinstructie. En dan kunnen de kinderen aan het werk, maar dan hebben ze natuurlijk vragen. En dan kunnen ze bellen, ze mogen mailen, ze mogen appen. En doen ze of dat? Eigenlijk is het een...
ik heb met alle kinderen contact. Daar ben ik heel blij mee. Maar niet alle kinderen gaan natuurlijk uit zichzelf bellen. Wat ik ook doe, ik hou natuurlijk bij. Ik kan precies zien wat de kinderen doen. Dus ik hou precies bij wat ze kunnen. Dus op een gegeven moment zie je van die rode balletjes. Dat een kind fout op fout op fout maakt. Dan weet ik gewoon, dit kind loopt vast. En dat kind bel ik dan. En dan via, want het is groep 5-6, dus de meeste kinderen hebben nog geen telefoon. Dus al via de mobiel van de ouders probeer ik die kinderen te bereiken. Of ik doe het via Teams, Microsoft Teams. En dan ga ik met het kind meekijken. En dan neem ik bijvoorbeeld het scherm over van het kind. En dan gaan we samen kijken waar een kind vastloopt. Dus best wel proactief naar de kinderen toe eigenlijk. Jazeker. Je ziet eigenlijk misschien wel een beetje of ze in de klas zitten. Je ziet vooral, kijk, nu hebben we het echt over werk maken wat ze op de computer doen. En dat is een onderdeel van leren. Maar dat is natuurlijk niet het hele leerproces. Het zijn natuurlijk gewoon maar opgaves maken. Maar je kunt maar inderdaad wat zien. Wat mis je dan? Nou, dus ik vind dat leren doe je in een sociale omgeving. En met sociale interactie. Dan als je het bijvoorbeeld over leesonderwijs hebt, begrijp het leesonderwijs. Dat is eigenlijk, aan de ene kant geef je de kinderen natuurlijk een informatieve tekst die ze moeten kunnen lezen. Daar moet je er ook technisch voor kunnen lezen. Dus je moet eigenlijk de woorden goed kunnen decoderen. Vervolgens moet je erover nadenken. Maar eigenlijk begrijp het lezen wil dat een beetje in je. Als die woordenschat uitgebreid moet worden, dan kan dat alleen maar doordat die kinderen die woorden die ze leren in zo'n tekst vervolgens actief gaan gebruiken. Ja, interactie. Dat hele stuk, dat mis je. Ja. En hoe los je dat op? Niet alles is op te lossen. Wat ik wel doe nu, ik heb dan een groepje kinderen met mijn zwakke begrijpend lezen heb ik dan bij elkaar in een groepje gedaan met Teams. En die bel ik dan op. En dan, maar dan is nog de vraag, hè, wie komt er allemaal in die. Want je kunt wel een vergadering plannen in Teams en zeggen dat ze moeten komen. Maar dat betekent niet dat ze allemaal komen. Maar wat je dan doet is, dan ga je dus in een clubje van 4 kinderen ga je dan begeleiding geven. Dat doe je. Maar het is natuurlijk niet die rijke omgeving die je in de klas hebt. En het is dan ook nog maar bijvoorbeeld 20 minuten of een half uur ben je met dat groepje bezig. En voor de rest van die dag komen die woorden helemaal niet meer naar voren. Wat je als leerkracht wel altijd aan het doen bent. Je grijpt elke keer weer terug. Weet je nog dat we het daarover hebben gehad? Of weet je nog dat we in het nieuws, we kunnen dit woord ook nog zo gebruiken. Dat is de manier hoe kinderen tot leren komen. En vervolgens in gesprekken ook met elkaar. Nou, dat hele stuk, dat mis je. Dus wat je eigenlijk nu doet met onderwijs is vooral, je bent bezig met die opgaves die de kinderen moeten maken. En je probeert een hele goede instructie neer te zetten. En als kinderen daarop vastlopen, weer te helpen. Dat is eigenlijk het enige wat je doet. Ja. We zijn nu eigenlijk in de eerste 2 weken van het onderwijs op afstand. En de meeste kinderen lijken een beetje een apparaat te hebben. Maar daar zijn we er dus nog niet. Wethouder Moorman, heeft u een beeld van hoeveel kinderen er überhaupt nog niet aangesloten zijn op dat digitale onderwijs? Ja, en hoeveel kinderen er misschien wel een beetje meedoen, maar eigenlijk niet zoveel leren? Nou, we zijn begonnen met een goede inventarisatie maken met de scholen. Welke kinderen überhaupt niet mee konden doen omdat ze geen apparaat thuis hadden. Ja. Dus wij hebben inmiddels gezorgd dat er ongeveer 6000 apparaten beschikbaar zijn gesteld voor de scholen. Zodat dat in ieder geval geen hindernis is. Hè? Ja. Want het is heel naar natuurlijk als kinderen gewoon thuis gewoon niet de instrumenten hebben om überhaupt mee te doen. Maar dat is nog eigenlijk het makkelijke deel van het geheel, zeg maar. De apparaten bezorgen. Gewoon, ja, dus gewoon apparaten en zorgen dat die kinderen dat hebben. Maar het volgende, ik vind het ook heel knap dat Maria zegt, ik heb iedereen in beeld. Want het is echt zeker niet overal zo. Maar dat was best niet gelijk zo. Nee, het is echt een klus. Ja. Hè, om te zorgen dat die kinderen dus ook allemaal doen wat ze moeten doen. En dat doe je dus op een enorme afstand. En dan zie je ineens hoe studievaardigheden daartoe doen. En die studievaardigheden, ja, die krijg je voor een heel groot deel ook natuurlijk mee van thuis. Ja. En daar zitten dus zoveel verschillen in. Dus en daar kan je ook weer allerlei gradaties in hebben. Dus heel veel leraren doen ontzettend hun best om het contact wel te hebben. Maar dat betekent dan nog niet dat de kinderen ook daadwerkelijk aan het werk gaan. Als ze aan het werk gaan, betekent dat nog niet daadwerkelijk dat ze het goede werk doen. Of dat ze dat lang genoeg doen. Of dat ze veilig zijn thuis. En er zijn ook, ja, dat moeten we ook gewoon wel onder ogen zien, zijn ook kinderen kwijt. Ja. Dus die doen leraren alles aan om die te vinden, maar die worden gewoon niet gevonden. En is dat bij jullie op school ook zo, dat de kinderen kwijt zijn? Niet helemaal kwijt, maar er zijn inderdaad kinderen die gewoon weinig tot niets doen thuis. En wat kan je daaraan doen? Je hebt natuurlijk wel tools. Wat ik bijvoorbeeld, ik wil vooral praten dan over mijn persoonlijk leven. Wat ik doe met de kinderen. Ik had een jongetje in mijn klas die gewoon niks deed. En waarvan ik ook twijfelde van wat is er eigenlijk thuis beschikbaar aan devices. Kan die wel werken?
En toen was ik op een gegeven moment, had ik zijn telefoonnummer kunnen achterhalen, want hij had van een vriend van zijn vader een mobieltje gekregen. Dus toen kon ik hem bellen en dan, toen belde ik hem, deed ik via FaceTime. En het grappige was, hij was gewoon buiten aan het spelen met een voetbal. Op een plek dat je denkt, nou is dat nou een hele handige plek. Maar toen kreeg ik hem te pakken en toen kon ik gewoon zeggen, toen zei ik, en nu ga je naar de computer en nu ga je zitten. Nou, hij had al een tablet en toen ging hij netjes zitten, want dan luistert hij wel. Maar eigenlijk moest ik hem even aanzetten dat hij aan het werk gaat. Maar eigenlijk doe ik dat elke dag bij deze leerling, omdat ik weet dat hij dat thuis niet te horen krijgt. Ja. Zo van, je moet aan het werk. Ja. En dan is het natuurlijk, dan bel ik en dan gaat hij inderdaad een half uurtje werken. Ja. Ja, en dan stopt hij weer. Klinkt als een super intensief vak ineens. Ja. Nou, ineens. Ja, nou ja, het is sowieso heel nu je best doen om ze überhaupt de klas in te krijgen. Daarna moest je nog eens aan de slag met ze. Ja. Maar heeft de gemeente een beeld van hoeveel kinderen er nu, waar geen contact mee is en bij hoeveel moeilijk gaat? Ja, dus dat krijgen we wel steeds beter in beeld, hè? Moet ik ook alle eerlijk zeggen. Je weet het niet meteen vanaf het allereerste moment. Is er een percentage? Zijn dat veel? Ja, dus wij maken een onderscheid tussen de kinderen die bijvoorbeeld moeten worden opgevangen omdat hun beide ouders een vitaal cruciaal beroep heeft, of één van beide ouders dat heeft en geen. En daarnaast kinderen die thuis geen goede begeleiding kunnen krijgen. En dan de kinderen die echt in een onveilige situatie zitten. Daar hebben we de cijfers zo steeds. Nee, dat zijn ook wel dagkoersen, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar en die kinderen proberen we zo goed mogelijk opvang te bieden. Samen met de scholen en de kinderopvang. Die werken ook ongelooflijk goed met elkaar samen om dat te doen. Maar er zijn ook kinderen die nu wat minder begeleiding hebben thuis. Maar waar je weer op andere manieren kan ondersteunen. Bijvoorbeeld, zoals jij dat aanpakt, dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld mensen van jeugdzorg of zo die dan misschien iets kunnen betekenen. We zijn deze week beginnen we ook met onze leerplichtambtenaren. Die hebben natuurlijk ook ineens een heel andere rol gekregen. Want wat gaan die precies doen? Ja, die gaan nu natuurlijk niet handhaven op leerplicht, maar zijn wel gewend om langs de deuren te gaan. Ja, ja. Nou ja, dat huisbezoeken, maar dat woord gebruiken we nu maar even niet. Dat noemen we dan deurbezoeken. Waarbij kinderen die echt bijvoorbeeld geen contact hebben met de school, toch opgezocht kunnen worden om te kijken wat we kunnen betekenen. Om die kinderen er toch zo goed mogelijk bij te betrekken. Nou ja, en zo proberen we met eigenlijk alle professionals in het veld toch zoveel mogelijk kinderen waarvan we dat weten te betrekken bij het onderwijs. Ja. En dan vind ik het wel heel mooi wat Maria zegt. Iedereen doet echt stinkend zijn best. Er wordt zo hard gewerkt en er is zoveel creativiteit. Maar we moeten ook gewoon accepteren dat natuurlijk niet alles oplosbaar is. En ik denk wel dat waar je echt de grootste problemen zit, dus de kinderen in de knel, ik denk dat we dat allemaal vinden, die moet je zo snel mogelijk helpen. Maar er zijn ook kinderen die gewoon deze periode echt minder meekrijgen. Ja. En dat kan je niet 100% voorkomen. Daarvoor zullen we echt in de toekomst oplossingen moeten vinden om die achterstand die dan ontstaat weer in te lopen. Ja. En maar om hoeveel kinderen gaat dit? Want er wordt gezegd, het zijn er veel. In ons onderzoek hebben we scholen gehoord die zeiden, ik ben eigenlijk met de helft van mijn kinderen heb ik geen contact op het moment. Ja. Dat was in de eerste week. Dat kan inderdaad veranderen. Ja. Het zijn dagkoersen. Is daar een inschatting van te maken? Nou, als je het heel globaal doet, en dan tel ik de verschillende groepen bij elkaar op. Ja. Hè? Dus, want gelukkig is de groep kinderen die echt in de onveilige situatie zit het kleinst. Ja. Maar dan gaat het toch nog wel over een paar honderd kinderen. Maar dan gaat het in totaal nu, het beeld wat we nu hebben, zo'n tussen de 6% en 7% van de kinderen waarvan je. En daar zitten overigens ook de kinderen met de ouders met vitale cruciale beroepen bij. Ja. Waarvan eigenlijk wel opvang geregeld moet worden. Ja, ja, ja. En een groot deel daarvan wordt inmiddels ook gewoon opgevangen. Ja. Ja, want Maria, op de Nautilus, daar worden kinderen opgevangen met ouders in vitale beroepen. Ja. Maar worden er nog meer kinderen opgevangen? Ja, dat bieden we wel aan. Want wij hebben dan eigenlijk over, als we zo kijken naar de school, hebben we over 10 gezinnen wel echt zorgen. Of de kinderen echt voldoende meekrijgen thuis om echt goed aan het werk te gaan. En dan heb je het niet alleen over de middelen, maar ook gewoon of de ouders het lukt om die kinderen aan het werk te krijgen. Ja. En kijk, jij noemde het al net aan het begin. Voor sommige kinderen is naar school gaan de meest veilige plek die ze hebben. Ja. En dat valt opeens weg. En dan hebben we het over 10 gezinnen waarvan je denkt, nou, dat zou eigenlijk fijn zijn als deze kinderen op school zouden komen. Mm-hmm. Dat bieden we aan, maar dat betekent nog niet dat die kinderen naar school gebracht worden. Ja. En soms wordt het wel toegezegd, zo van, ja, nee, we gaan de kinderen sturen. En dan komen ze niet. En we hadden bijvoorbeeld afgelopen vrijdag komen, aan het eind van de middag komen er toch nog even kinderen langs.
Ja, wat je als leerkracht niet doet, is vervolgens langs die deuren gaan om die kinderen op te halen en ze bij wijze van spreken te dwingen om naar binnen te gaan. Ja. Dat is niet je taak. Is een leerplichtambtenaar daar wellicht handig voor? Ja, daar moeten we naar kijken. Het is ook gewoon allemaal maatwerk leveren. Hè? Dus kijk, laten we wel wezen, met het grootste deel van de kinderen gaat het gewoon goed. Ja. En ook zelfs daar, hè, ik bedoel, ik heb zelf ook 2 kinderen. En als je dan met z'n allen ineens thuis zit te werken, dan loopt daar de spanning ook wel eens op, in alle eerlijkheid. Ik denk dat elk gezin zich dat op dit moment ook wel voor die taak gesteld staat. Maar stel je dat dan voor als je klein bij huis bent, ouders niet de mogelijkheden, de taal misschien ook helemaal niet spreken waarbij ze je kunnen helpen. Of als er gewoon ook echt problematiek in het gezin is. Verslavingsproblematiek, geestelijke problematiek. We weten natuurlijk dat dat bij gewoon een deel van de gezinnen in Amsterdam echt speelt. Ja. Maar Maria, die kinderen die vrijdag wel komen, afgelopen vrijdag wel kwamen en maandag toch niet meer verschijnen. Helpt een leerplichtambtenaar daarbij om die toch aan te spreken op een bepaalde manier? Nou ja, normaal gesproken is het zo, als kinderen bijvoorbeeld niet naar school komen en er is geen reden voor, dan meld je dat. Ja. Kijk, en nu hebben we te maken met kinderen die niks maken of misschien 5 opgaven op een dag of zo. En voor de rest weet je niet wat ze wel aan het doen zijn. Eigenlijk denk ik dan, misschien moet dat wel dan doorgegeven worden en zeggen van hier hebben we jullie nodig. Ja. Want dit zijn de gezinnen waar dat gebeurt. Is dat niet iets? Want ja, in principe zijn de leerlingen niet aanwezig als er geen contact is op school. Ja, maar dit is precies het gesprek wat er nu gevoerd wordt. Ja. Hè? Dus het is helemaal, en we moeten wel oppassen dat we dan niet in een soort van handhaving en plicht. Want die kinderen die kunnen daar over het algemeen zelf niet zo heel erg veel aan doen. Hè? Nee. Dus het is niet dat we moeten vooral kijken, hoe kunnen we zorgen dat die kinderen daar zo goed mogelijk bij worden geholpen. Dus ik denk, kijk, dat is wat we willen. Dat leerplichtambtenaren wel een rol gaan vervullen bij eigenlijk meer leerrecht. Ja. Hè? Dus ik denk, want daar gaat het op dit moment over. Hoe zorgen we dat al die kinderen nu ook gewoon dat recht van leren, dat ze dat ook krijgen, zo goed mogelijk. En heeft u dan nu zo'n 50 leerplichtambtenaren paraat staan om heel Amsterdam door te fietsen om te kijken wat gebeurt er met die leerlingen waar voor Maria nog geen contact sowieso mee heeft? Sowieso, ik geloof dat 100 leerplichtambtenaren. Ik weet niet hoeveel dat er zijn, 100, ja. Maar ik weet niet de laatste stand van zaken. Kijk, en we moeten ook kijken wat mogelijk is. Hè. Ook daar zijn mensen ziek. Ook daar zijn mensen die zorgtaken hebben en dat moeten combineren. Ik bedoel, dat is natuurlijk sowieso. Iedereen moet het ook op dit moment in deze crisis doen met minder capaciteit. Maar dus inderdaad kijken we dus degenen die inzetbaar zijn. En het overigens zijn leerplichtambtenaren willen dit ook heel erg graag. Hè, want die willen heel graag ook die rol spelen binnen het onderwijs om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen krijgen waar ze recht op hebben, namelijk gewoon goed onderwijs. En u heeft het eigenlijk al op de baan. De leerplichtambtenaren willen meedoen. U heeft een goede inventarisatie van wie dan thuis zit. Het is al aan het lopen. Dit is wat we op dit moment. Er zit u nu buiten in de stad, fietsen er leerplichtambtenaren. Dit is wat we op dit moment. Dus op dit moment wordt er echt letterlijk gewerkt aan de werkinstructie voor de leerplichtambtenaren om deze week aan de slag te gaan om te zorgen dat ze zo goed mogelijk het onderwijs kunnen ondersteunen. En zo moeten we het dus ook gewoon zien. Het onderwijs ondersteunen. En dat is natuurlijk wel een andere opdracht dan dat ze hiervoor hadden. Want dat was echt handhaving. Inderdaad, leerling komt niet op school en dat is niet meer geoorloofd. Maar nu is het veel meer van, we zien hier dat er een probleem is. Ja. En het onderwijs is erbij geholpen als de leerplichtambtenaren daar een goede rol in spelen. Ja. En ze zijn het gewend om die deuren af te gaan. Maria, 23 april is toch ver weg? En dat is de eerste schatting van hoe lang het onderwijs, of tot dan blijft het onderwijs sowieso dicht. Ja. Het zou nog wel eens langer kunnen duren. Vang jij dan steeds meer mensen op, omdat het te lang gaat duren voor sommige gezinnen? Komen er meerdere kinderen naar jou op school, bij jou op school? Nou, eigenlijk mag ik hopen dat bepaalde gezinnen dan gaan komen. Ja, dat hoop ik echt. Ja. Ja. Want ik denk dat deze kinderen er echt heel, sowieso, die hebben er al heel erg onder geleden, maar die lijden er meer dan gemiddeld onder. Ja. We horen meer scholen, hè, die kinderen opvangen van ouders die niet per se in vitale beroepen werken. Eigenlijk lijken de scholen beetje bij beetje weer open te gaan, heb ik de indruk. Want eerst zijn we landelijk, hebben we gezegd, oké, alle scholen gaan nu toch dicht. Maar nu zijn er toch weer openingen, zoals nou, maar deze we kinderen. Al doen we dat? We hebben al vanaf het allereerste moment gezegd, de scholen in samenspraak met de kinderopvang blijven open voor de vitale cruciale beroepen. En toen hebben we eigenlijk ook al meteen gezegd, en die kinderen die ook in de knel komen.
Oh ja. Hè, dus, en dat is natuurlijk altijd dan wel, ja, is daar een definitie van te geven? Weet je, ik bedoel, leraren zien ook ineens iets van de gezinssituatie waar ze misschien eerder wel vermoedens van hadden, maar dat niet, waar ze niet zo mee geconfronteerd waren. Ja. Hè, we lezen ook allemaal die verhalen wel in de media, maar krijgen het ook gewoon rechtstreeks van leraren te horen. Ja. Dat ze ineens zien dat die behuizing heel erg klein is, of dat kinderen echt letterlijk achter een gordijn, omdat dat het enige plekje is waar het stil is, of onder een wasrek, vertelde laatst een leraar mij, wat een meisje zich maar een beetje zo, want daar had ze dan haar eigen hoekje, terwijl de broertjes en zusjes schreeuwend door het huis liepen. Mm. Dus leraren worden ineens veel meer geconfronteerd met die thuissituatie, ja, dan dat ze eerder zijn. Dus voordat je daar allemaal een beeld hebt. En ik bedoel, het is ook best een moeilijk gesprek soms met elkaar te voeren. Precies wat jij zegt. Jullie hebben dan die 10 gezinnen in kaart. Maar vervolgens, om tegen de ouders te zeggen, wij vinden het toch wel cruciaal dat jullie je kinderen toch naar school brengen. Mm-hmm. Ja, dan moet je misschien ook wel eventjes over een drempel heen. Ja. Dat begrijp ik ook, maar het is wel heel belangrijk. Ja. Want hoe gaat dat bij jullie? Hebben jullie een idee van waar die grens is? Wie wel, wie niet? Welke kinderen heb je beter op school? Ja, daar hebben we dus naar gekeken. Daarom zei ik ook die 10 gezinnen. Ja. En wat we nu doen is gewoon dat de leerkracht elke keer dat contact zoekt met die kinderen. En als dat dan niet werkt, dan... ik weet dat de directeur bijvoorbeeld ook een keer gewoon langs is gegaan bij een gezin. Ja. Waar hele grote zorgen zijn. Dat je dan denkt, er moet toch iets gebeuren. Ja, ja, maar het is wel bijzonder. Hè? Want we weten natuurlijk dat onze onderwijsteams, onze leraren, dat die gewoon met een enorme passie voor hun vak en voor de leerlingen werken. Maar dat zie je nu eigenlijk nog veel meer. Dus de passie waar op dit moment wordt gewerkt om te zorgen dat iedereen erbij betrokken blijft. Ik ben er echt diep van onder de indruk. Ja. Ik sluit best vaak aan bij teammeetings. Dus waar ik in het verleden wil ik zeggen, maar dat was nog maar tot 3 weken geleden. Dus mijn werkbezoek. Van lerarenteams? Ja, dus log ik nu elke dag in bij zo'n meeting van een lerarenteam. Ja. En als je dan ook hoort hoe die gesprekken onderling gaan, ook hoe daar... zoals ik het jou nu ook allemaal hoor vertellen, van alles eraan doen om kinderen erbij te betrekken. Ja, ja. Dat vind ik echt als ik heel je zo hoor, zou ik zeggen, die scholen moeten gewoon weer open. Dat lijkt er ook wel een beetje op. Want ja, maar ja, natuurlijk zou ik als onderwijswethouder het liefste willen dat de scholen weer open kunnen gaan. Maar ja, dat is een onrealistisch scenario in waar we nu zitten. Maar ja, je kan ook zeggen van niet. Je kan zeggen, volgens mij moeten die scholen gewoon weer open en moet de maatschappij dit accepteren, dat de kinderen naar school moeten en ze missen anders te veel op een lange termijn. Ja, maar dat is dus kiezen tussen twee kwaden. Ja, maar dat moet je wel als wethouder, denk ik. Nee, want ik vind dat wij daarin gewoon de richtlijnen moeten volgen die het RIVM ons geeft. Ja. Kijk, ik ben geen viroloog en ik, weet je, ik ga ook niet net doen alsof ik daar verstand van heb. Dus als het RIVM aangeeft dat het verstandig is dat de scholen dicht moeten blijven. Ja, ik vind dat we ons daar dan allemaal toe hebben te verhouden. We willen niet dat er onnodig heel veel doden vallen. En we willen ook niet onnodig onze IC's en onze zorg belasten. Dus ik denk alleen binnen die omstandigheden. Ja, tuurlijk vind ik het niet leuk. Ik bedoel, er is toch niemand die het leuk vindt dat kinderen nu een tijd niet naar school gaan. Ja. Maar zeker, kijk, mijn belangrijkste strijd is kansengelijkheid in het onderwijs. En in alle eerlijkheid, ik heb het gevoel dat we de afgelopen jaren daar hebben we daar ontzettend hard aan getrokken, heel veel aan gedaan en echt wel een stap vooruit gezet. Maar we worden hiermee wel een paar stappen weer achteruit geworpen. Ja. Dat is absoluut waar. Ja. Dus als dat je vraag is van vind je, ik ben natuurlijk niet blij met deze situatie. Ja. Nee, natuurlijk niet. Want leg eens uit, de kansongelijkheid wordt groter op het moment omdat we digitaal aan het lesgeven zijn. Ja, omdat de thuissituatie dus een veel grotere impact heeft, waarbij je dus wil dat onderwijs voor iedereen een gelijke kans biedt. En dat dus per definitie nu niet zo kan zijn. En dat betekent dat het verschil tussen kinderen die heel veel meekrijgen van thuis, die rijkere ouders hebben, die veel meer ruimte kunnen bieden, maar ook veel meer begeleiding en de apparaten, daar een enorme voorsprong krijgen op de kinderen die dat allemaal niet hebben. Ja, ik vind dat... En ik vind ook dat we dat niet moeten bagatelliseren. Ik hoor nu sommige mensen ook zeggen, ach, die paar weken, dat maakt toch allemaal niet zoveel uit. Doen ze toch een jaartje over? Nee, deze kinderen hadden het al zwaarder. Kan dat niet, Maria? Kunnen ze niet gewoon een jaartje over doen, die kinderen die dat missen? Nou, ik wil even aanhaken op wat jij zegt, als je dat goed vindt. Ja. Want jij zegt iets over, de kinderen gaan een tijdje niet naar school. Hè? Als het zomervakantie is hè, en kinderen
die hebben 6 weken vrij. Dan zie je gewoon kinderen waar thuis weinig wordt gedaan, die gaan zo, bijvoorbeeld voor lezen, gaan ze zo 2 niveaus omlaag. En nu zijn we al 3 weken dicht. Moet je je voorstellen dat die kinderen die thuis geen Nederlands spreken, waar ouders dus ook niet boekjes met die kinderen kunnen lezen, die gaan natuurlijk ontzettend achterlopen. Dat verschil wordt echt heel groot. En dan ten opzichte van een gezin waar wordt voorgelezen, waar ouders ook heel erg meedenken met de kinderen, waar gewoon interessante gesprekken worden gevoerd in het Nederlands aan tafel, waar het journaal wordt gekeken, dat is natuurlijk een veel rijkere basis dan zo'n ander kind. Dus ik denk die kansenongelijkheid die wordt echt groter. Mm-hmm. Yeah. En dat moet je niet willen. Yeah. En dan zeg jij, ja, over en nog een jaar overdoen. Ik denk dat we vooral heel erg bezig moeten zijn met als de kinderen weer naar school gaan. Wat hebben de kinderen nodig? Welke jaren zitten er? En dan moet er een soort reparatieprogramma komen. Yeah. Kijk, en daar wordt nu al over gesproken met elkaar. Yeah. Niet dat we al een plan klaar hebben, maar we spreken er wel over van, ja, wat gaan we doen? Yeah. En dan ga je je inzetten op het allerbelangrijkste. En dat is onder andere leesonderwijs. Ja. Yeah. Maar we kijken nu een beetje naar 23 april, iets verder, want de meivakantie zit erbij. Mm-hmm. Wat nou als de scholen nog dicht blijven tot in de zomer? Want dat is niet een super onrealistisch scenario, nee, denk ik. Wat gaat er gebeuren met die kinderen? Het wordt dan erger, die ongelijkheid wordt nog groter. Ja. Ja. Dus dat is niet een heel hoopvol scenario voor die kinderen. En zegt u dan met behulp van leerplichtambtenaren en misschien toch een grotere inventarisatie dan die 10 gezinnen bij jullie, laat er nog maar wat meer komen, want anders wordt de afstand echt te groot? Ik denk dat we ook met elkaar moeten accepteren dat al heb je alles zo goed mogelijk nu geregeld. Mm-hmm. En heb je de kinderen die echt in een nare thuissituatie zitten opgevangen. En heb je de kinderen die geen middelen hebben, de middelen gegeven. En heb je de ondersteuning zo goed mogelijk geboden. Mm-hmm. Deze ongelijkheid ontstaat. Ja. Mm-hmm. En dat is niet een verwijt aan niemand. Want iedereen werkt zich 3 keer in de ronde. Maar het is wel noodzakelijk dat we dat met elkaar echt inzien. Want dat betekent wat voor straks. En dat vind ik ook echt wel, daar hou ik soms mijn hart voor vast. Want er wordt nu veel gesproken over de periode hierna en wat het dan voor economische impact heeft. En er wordt al heel erg nagedacht over economische herstelprogramma's. Maar er zal ook een sociaal herstelprogramma moeten plaatsvinden. Een herstelprogramma voor de grote ongelijkheid die nu ontstaat en die echt een leven lang mee kan gaan als we daar niet ook gewoon op in gaan zetten. En dat zal straks ook moeten met het tekort aan middelen wat we straks gaan hebben. Ja. Want ja, dat dit financiële impact gaat hebben, dat is heel duidelijk. Maar er zal ook echt gekozen moeten worden voor extra investeringen voor dit herstel. En dat kan je op allerlei manieren doen. Ja, waar ik vind het ook heel terecht dat Maria zegt, we hebben dat nu nog niet helemaal uitgedacht. Want dat zou ook. Maar het is wel goed dat daarover nagedacht wordt. En dat zal toch te maken hebben met hoe bied je die kinderen toch het inlopen van dat extra onderwijstijd. Dus of dat zomerklassen zijn, kopklassen zijn, of dat dat verlengde leertijd is door de dag heen, of dat misschien in sommige gevallen wel dubleren is, al is dat natuurlijk altijd wat ongelukkig, omdat je dan alles over moet doen. Ja. Er zijn zelfs mensen die zeggen, en ik zeg niet dat ik vind dat dat ook moet, maar ik vind het wel goed dat je brede discussie moet voeren. Begin het nieuwe schooljaar maar op 1 januari. Ja. En ik vind het ook verstandig dat we met z'n allen alle verschillende opties heel erg goed afwegen met daarin gewoon echt wel het besef, ja, er zal straks echt veel moeten gebeuren om de kinderen die nu ontzettend hiervan onder lijden ook echt te bieden waar ze recht op hebben. Is er al ruimte voor u om hier een start mee te maken? Want u bent de afgelopen 2 weken vooral bezig geweest met pleisters plakken, denk ik. Hè? Laptops in het rondsturen, leerplichtambtenaren de straat. Dat zijn ook pleisters. Ja. Hè? Maar deze middellange en lange termijn, is dat nu een opening bij u? Nou, daar zijn we ook aan het werk om dat gesprek met scholen te voeren, maar ook met wetenschappers te voeren en onderwijsdeskundigen, om toch voor onszelf al scenario's voor te bereiden en daar wel op voorbereid te zijn voor straks hoe dat te gaan doen. Er kan ook wel momentum zijn. Er is veel geld bij het Rijk opeens beschikbaar. Er worden miljarden gestoken in de herstel misschien van de economie, maar ook van dit soort problematiek. Nou, je kunt als wethouder ook nu beginnen en zeggen, nou, wij gaan vast beginnen. In Amsterdam gaan we het voortouw nemen. Nou ja, wij hadden natuurlijk al een intensief gesprek met het Rijk, omdat we al in een crisis zaten. Hè? We hadden al een onderwijscrisis, namelijk het lerarentekort. Het lerarentekort, ja. En ook aan het lerarentekort zag je eigenlijk precies hetzelfde, dat de kinderen die het onderwijs het allerhardste nodig hadden, op die scholen zaten waar de tekorten het grootst waren.
Dus daar ontstond al een enorme ongelijkheid. En dit erbovenop zorgt dat kinderen eigenlijk dubbel de dupe zijn. He, dus ze hadden vaak al een probleem omdat zij dus niet het onderwijs kregen waar ze recht op hadden, omdat er te weinig leraren waren. En ze lopen nu een extra achterstand op omdat ze waarschijnlijk thuis de begeleiding niet krijgen die ze nodig hebben. Nou, wat is daaruit de conclusie? Dat we straks nog harder zullen moeten inzetten op kwaliteit van onderwijs. Ja. Dus nog harder moeten inzetten op het dichten van de loonkloof bijvoorbeeld. Of voor de salarissen van de leraar. Om te zorgen dat die leraren er straks helemaal staan, ja, voor die leerlingen die echt die achterstand moeten inlopen. Waar ik wel voor vrees is dat de situatie nu zo veranderd is. Ik zat die donderdag dat de eerste maatregelen werden aangekondigd. Mm-hmm. Dat was op 12 maart. Mm-hmm. Ik zat die dag bij minister Slob en minister van Engelshoven. Die mij toezegde dat ze het geld wilde vrijmaken voor de noodplannen van Amsterdam voor het dichten van het leraartekort. Wat onder andere ging over de grote stedenbonus. Ja. Dus ik was eigenlijk in een soort halleluja-stemming, ja, van het is gelukt. En niet zozeer dat we daarmee het probleem meteen hebben opgelost, maar het lukt om nu eindelijk daarover afspraken te maken met het Rijk. En je kan bijna niet geloven als je het zou zien in een film, zou je denken, het kan niet zo gebeuren in de, ja, werkelijkheid. Maar echt op dat moment werd kenbaar gemaakt, de scholen gaan dicht. Mm-hmm. Waardoor het probleem eigenlijk nog alleen maar groter werd. Mm-hmm. En de vraag is nu nog maar, gaat het Rijk straks voldoende investeren in de leraren, in het onderwijs, om te zorgen dat die tekorten en die achterstand die is ontstaan, dat echt wordt ingelopen. Ja. Maar dat het urgent is en noodzakelijk, dat lijkt mij heel erg duidelijk. Dat zegt nu ook wel iedereen. Maar waarom zeiden ze dan die donderdag dat het niet meer doorging of zo? Nee, ze zeiden dat het doorging. Ja, en waarom zou het nu niet meer doorgaan dan? Nou, omdat dit natuurlijk wel een giga... Ik hoop dat het doorgaat. Ja. Ik ga ervoor strijden, ja, dat het doorgaat. Maar dit gaat natuurlijk wel een giga financiële impact hebben. Ja. En dan moeten we dus wel met z'n allen in Nederland, ja, Rijkland, de juiste keuzes maken. Ja. Hey, jij hebt... Maar je heeft het niet zwart op wit gekregen die dag? Nee, want de begroting was nog niet rond. Ja. Dus de begroting is nog niet aangenomen, ja, door de Tweede Kamer. En dus maar om te schetsen waar we straks ook voor moeten blijven strijden. Heel veel mensen zeggen het ook op dit moment. En bijvoorbeeld Kim Putters van het SCP. Mm-hmm. De mensen waar we nu enorm op bouwen. De cruciale, vitale beroepen. Hè? Dus waar we de kinderen ook van opvangen. Wat zijn dat? Dat zijn de mensen uit de zorg, het onderwijs en de politie. Hè, dat zijn de mensen waar we echt van vinden, daar kunnen we nu niet zonder. Ja. Het zijn precies die beroepsgroepen die de afgelopen jaren de straat op zijn gegaan, omdat ze eigenlijk ondergewaardeerd worden en een te laag salaris, ja, krijgen. Hè, dus dit vraagt echt om een fundamentele herbezinning van wat vinden we nou eigenlijk belangrijk, ja, en waar willen we ook echt in investeren. Maar dat gaan we doen in een tijd dat er minder geld te verdelen, ja, valt. Dus het wordt echt best een spannende strijd. Maria, hoe zie jij de komende weken, maanden voor je? Ben je al bezig met de lange termijn? Nou, een beetje wel natuurlijk. Nou, ik ben zelf wel hoopvol hoor. Als, ja, ik gewoon zie hoe het team bij ons op school werkt. Hoe ze zichzelf ontwikkelen en allerlei nieuwe vaardigheden aanleren om al de kinderen te bedienen. Ik merk gewoon een hele erge spirit van met z'n allen gaan we hier tegenaan. Ik ben dan heel hoopvol en heel trots op mijn team. Want het is gewoon, we doen het met elkaar. En niemand heeft, het is niet, want het klinkt nu een beetje depressief, ja, of tenminste, het is ook erg dat die kansenongelijkheid groter wordt, hè? Mm-hmm. Maar het is wel dat we ernaar kijken, maar dit kunnen we weer met elkaar oplossen, dit gaan we fixen. En misschien duurt dat even, maar met elkaar kunnen we dit fixen. En, maar ik wil het ook absoluut niet depressief, ja, nee, laten klinken, hoor. Want ik zie wat een enorme veerkracht en een enorme inzet er is, en dat stemt mij ook hoopvol. Ja. En dat, zo ken ik het onderwijs ook absoluut. En tegelijkertijd vind ik dat we... Kijk, de strijd voor kansengelijkheid is de afgelopen jaren best fors gevoerd. Ja. En dat vond ik ook mooi om te zien. Door, ja, heel veel mensen, heel breed in de samenleving, kwam er echt een soort van verandering. Van we moeten, ja, echt veel meer doen om, ja, die ongelijkheid die we zien in de samenleving, die we zien in het onderwijs, om die op te lossen. Ja. En ik wil niet dat dat wegzakt. Sterker nog, ik denk dat die strijd nog harder gevoerd moet worden, mm-hmm, als we hier eenmaal uitkomen. En dat we dat gaan doen met enorm veel inzet en passie. Daar ben ik ook heel erg voor. Ja, en ik denk ook dat er meer een focus komt op belangrijke dingen eerst in het onderwijs. Ja. Dus dat je gewoon beter gaat kijken van wat heeft een kind nou echt nodig. Ja. Om te functioneren. Wat heeft nou een kind nodig voordat hij naar het voortgezet onderwijs gaat? Welke vaardigheden moet hij hebben? Wat gaat er sneuvelen dan?
Ja, wat gaat er sneuvelen? Daar laat ik me daar geen uitspraak over doen. Ik kan wel zeggen waar erop ingezet gaat worden. Ja. En dat is gewoon op heel goed leesonderwijs. Ja. Want ik denk dat door lezen halen de kinderen de wereld naar binnen. Mm-hmm. En dat is de manier dat ze hun kennis uitbreiden, hun woordenschat uitbreiden. En als kinderen een brede kennisbasis hebben en een brede, grote woordenschat, ja, weet je, dan kunnen ze op een gegeven moment ook veel autonomer aan het werk gaan en kennis vergaren. Ja. En dat hebben kinderen nodig. Kijk, en dan denk ik, laten we daarop inzetten. Gewoon goede boeken. Daarom baal ik ervan dat de bibliotheken dicht zijn. Ik begrijp het hoor. Mm-hmm. Maar je zou eigenlijk willen, bij bepaalde kinderen zou je met boekpakketjes langs willen gaan en ja, dat brengen. Ja. Omdat ze de wegen niet weten te vinden hoe ze digitaal kunnen lezen. En dan zou je eigenlijk gewoon, je zou zoiets willen doen. Of dat er een loket open is. Dat je net zoals afhaalkoffie, kun je gewoon afhaalboekpakketjes halen, weet je wel. Ja, opa wilde dat heel graag mee aan meewerken, hè? Want ik heb dat laatst. Ik wil meedenken, ja, want dat vind ik is zo het tof. Al bij jullie op school ingezet, dit? Laten we vanaf nu vooral die focus zetten op taalonderwijs, op lezen. Ja, wij zijn een lezende school. We gaan er helemaal voor, ja. En we zien gewoon, de resultaten zijn heel groot. Dus ik denk ook, als je gewoon in de klas bij ons op school vraagt van wat kinderen van lezen vinden, zijn kinderen eigenlijk heel positief. En dat is gewoon, dat vinden ze super tof. En dat vinden wij als leerkracht. Aardrijkskunde. Ja, maar dat doe je ook. Dat doe je ook. Jawel, want dat doe je ook. Je kunt toch lezen ook aanbieden door teksten uit de geschiedenis te nemen. Ga daar maar over lezen. Je kunt dat natuurlijk toch anders aanpakken. Ja. En als je minder gefragmenteerd onderwijs geeft en meer thematisch, kun je dat lezen overal bij betrekken. Het is even op een andere manier kijken. Nou, wie weet is deze periode een moment om hiermee te beginnen. Daar wil ik het graag bij afsluiten. Dank jullie beiden hartelijk voor jullie komst. Blijf ons volgen ook via de website van de Bali Live Journalism. Dit was de Bali Live. Dank jullie wel voor het kijken.